Welkom bij de Cliëntenraad. Advies geven over het verbeteren van kwaliteit van leven van cliënten. Een belangrijke taak voor de Cliëntenraad. Ga met de bestuurder in gesprek over kwaliteit van leven. Maar wat betekent eigenlijk kwaliteit van leven? Voor mij is de begeleiding, zorgbegeleiding belangrijk, want ik stimuleert me en het helpt me over een bepaalde drempel heen. En ja, ik heb een bepaald goed gevoel krijg je ervan. Het geeft een gevoel van eigenwaarde en trots en het goed gevoel als je de prestatie geleverd hebt. Ik wil heel graag bij de maatschappij horen en iedereen om me heen die werkt. En ik wil ook gewoon graag werken. En ik wil gewoon niet graag in een hokje gestopt worden van je kan niet werken. Want ik weet gewoon dat mensen met psychische problemen ook gewoon goed kunnen werken. Het is belangrijk dat je keuzes kan maken. En dat je op een gegeven moment zelf kan kiezen wat je nodig hebt. En dat je ook je eigen begeleidster en zorg uit kan kiezen. Omdat het natuurlijk ontzettend prettig dat je daar een ontzettend prettig gevoel bij krijgt. Je doet zeg maar lichaamsbeweging, is voor jezelf. Dat je een beetje in beweging blijft, dat je sportief bent. Dan hoef je niet zo te stressen, zeg maar. Stressen en een beetje lekker ontspannen. En hoe meer lijst, hoe meer verstandig, hoe meer minder depressief, minder psychotisch. En je leeft met ander verhaal in je boek. En in de boek is een kennis, is vriend. Die kan jou helpen aan veel dingen die je niet begrijpen of die je niet weten. Dat vindt hij in de boek als hij leest. Ik heb hier een doel op de boerderij bij Cor en Maaike. Nou, ik heb de kippen gevoerd vanochtend en water gegeven. Ja, ik heb het fantastisch naar mijn zin. Vriendschap betekent voor mij elkaar wederkerig aanvaarden. En met elkaar de dingen doen, met elkaar de dingen bespreken wanneer nodig en ook leren om goed te luisteren naar elkaar en elkaar te ondersteunen. De opleiding betekent voor mij heel veel en ik voel me daardoor nuttig en het is heel mooi om daarmee iets voor anderen te betekenen. En het geeft me een voldoening en ook zie ik steeds meer waar mijn kwaliteiten liggen en het geeft mij daardoor ook het gevoel van eigenwaarde en dat ik echt erbij hoort. In de samenleving, ja. Door alles wat ik nu doe en onderneem, zie ik steeds meer dat mijn leven een vorm krijgt. Kwaliteit van leven is voor iedereen verschillend. Hoe wordt door uw zorginstelling gewerkt aan de kwaliteit van leven? Kijk samen met de bestuurder naar deze film. Bespreek met elkaar de onderwerpen en stel een stappenplan op. Bespreek het stappenplan in de raad en met de instelling. Werk zo samen aan het verbeteren van kwaliteit van leven. Succes!